Het is weer die tijd van het jaar. AG heeft een nieuw duurzaamheidsrapport klaar. En om ons alles over de inspanningen van AG op dat vlak te vertellen, hebben we bij ons vandaag CEO Heidi Dulabelle. Welkom bij een nieuwe CEO-cast. Heidi, ook voor jou van harte welkom. Dank je wel. Dag, Davy. AG heeft een nieuw duurzaamheidsrapport uit. Dus, uh, is dat belangrijk voor jou? Ja, voor mij toch wel. Uh, verzekering per definitie, lange termijn. En in die context is duurzaamheid eigenlijk ook al een aantal jaren een heel centraal thema voor AG. Duurzaamheid, we moeten het doen hè, door de externe omgeving, maar we willen het ook vooral zelf doen. En de wetgever vraagt het ook van ons, maar ook al onze stakeholders, als we denken aan onze klanten, aan onze partners, ook onze eigen werknemers, de maatschappij in zijn geheel. Dus we werken er hard aan, maar het is ook heel belangrijk om erover te communiceren. Ja, en ik kan me ook inbeelden dat je trots bent dat AG vorig jaar het Ecovadis Gold-label kreeg. Ja, voor mij is het Ecovadis-label toch wel de Oscar. Van de duurzaamheidslabels en het feit dat we een golden label hebben ontvangen, betekent dat we bij de 5% van de meest duurzame bedrijven zijn ter wereld. Dus dat is echt wel iets om trots op te zijn. Het zal een hele uitdaging zijn om dat niveau te behouden, want de normen verstrengen wel jaar na jaar. Ja, AG doet effectief heel veel op duurzaamheidsvlak, als verzekeraar, als investeerder, als werkgever en als verantwoorde onderneming. Dat zijn ook de thema's in het duurzaamheidsrapport. Ik wil vandaag graag met jou op elk van die thema's induiken, maar als we er allemaal in detail over spreken, dan zitten we hier morgen nog. Dus misschien doen we het aan de hand van één concreet cijfer per thema, als dat goed is voor jou. Oké. Okay. Als verzekeraar euh, hebben we vandaag aan onze klanten 42 producten aan te bieden met een Towards Sustainability label. Behalve dan het woord Sustainability dat daarin zit, wat zegt dat over onze duurzaamheidsambities? Duurzaamheid zit eigenlijk, kunnen we wel stellen, in het DNA van de onderneming. Het is trouwens een van onze drie strategische prioriteiten. Denken op lange termijn, ik zei het al, dat is typisch voor een verzekering. En zeker voor een verzekeraar die al 200 jaar bestaat. Dus uh, ik denk als uh, verzekeraar kunnen we oplossing bieden voor heel belangrijke maatschappelijke kwesties. Zoals gezondheid, pensioenen, klimaat. Huisvesting, mobiliteit en ik kan zo doorgaan. We kunnen meer doen dan wat we vandaag doen, maar ik denk dat we al heel belangrijke inspanningen gedaan hebben om producten aan te bieden met een positieve impact. En we moeten daar wel nog wat meer over communiceren. Ja, en over welke producten spreken we dan? Wel, als je de 42 producten met het towards sustainability label daar pas vermelden dat is een eerste voorbeeld. Dat is dus in de spaar- en beleggingsproducten in tak 21 en tak 23. Wij als verzekeraar maken belangrijke keuzes in onze investeringen en zullen altijd duurzaam karakter aanstreven en we willen ook onze klanten daartoe aanzetten. Dus dat is eigenlijk de reden die achter de ontwikkeling van die producten zit. Het is een label die opgesteld wordt door de Belgische financiële sector en het wordt alleen maar toegekend aan die producten die voldoen aan vrij strenge uh, duurzaamheidscriteria. En voor mij is het ook belangrijk dat dat een externe onafhankelijke instelling is die dat certifieert. Ja, is dat de enige manier waarop wij als verzekeraar klanten kunnen aansporen om duurzame keuzes te maken? Nee, het voorbeeld dat ik daar pas gaf was meer voor levensverzekering, maar ook in onze schadeverzekering hebben we heel wat voorbeelden. Bijvoorbeeld, we kunnen impact hebben op het gedrag. Van een uh, klant en bijvoorbeeld in mobiliteit. Hoe kunnen we klanten stimuleren om elektrisch te gaan rijden? Dat kan door eerst en vooral de bezorgdheden die een klant geeft daar weg te nemen. Door uh, elektrische wagens toegankelijk te maken via bijvoorbeeld leasingcontracten, korting op autoverzekering, een vlotte toegang tot laadpalen, zelf speciale bijstandoplossingen via touring in het domein van mobiliteit. Ander voorbeeld is een woningverzekering, dus laadpalen thuis, thuisbatterijen, zonnepanelen. Die zijn standaard gedekt in onze verzekeringsoplossingen, terwijl die investeringen eigenlijk de waarde van uw huis verhogen. Maar toch vinden we het belangrijk dat we daar de premies niet mee laten verhogen om juist die investeringen wel aan te moedigen. Mm -hmm. Agen is pas alleen de premier assureur du pays, maar ook de plus grand investisseur institutioneel. Avec un portefeuille de près de 73 milliards sous gestion, et de ce montant, nous investissons pas moins de 12 milliards d'euros dans des projets qui contribuent à un monde plus durable. Ces 12 milliards, c'est un nouveau chiffre. Oui, il y avait deux ans, on avait l'ambition d'investir 10 milliards d'ici fin 2024 dans des projets qui contribuent à un monde plus durable, et comme tu viens de le dire, on a déjà dépassé cet objectif et évidemment on ne va pas s'arrêter là. On est déjà en train de réfléchir à quel niveau on doit mettre la barre pour le futur. Ouais, et qu'est-ce qu'on entend par ces investissements durables Pas à confondre avec le fait que tous les investissements que j'ai fait sont examinés en fonction des critères EG. Mais donc, si on parle des investissements durables, ce sont des investissements avec un objectif social ou environnemental clair. Et donc, tu vas me voir dans quelques exemples, parce <laughs> voilà. que ça reste abstrait, mais ce sont, par exemple, des investissements dans l'énergie renouvelable, comme les panneaux solaires, éoliennes, mobilité verte, des bâtiments plus écologiques des infrastructures scolaires, logements sociaux. Il y a même des obligations d'État verte. Hein. Donc, ce sont des financements, des projets qui visent à réduire les émissions de CO2 ou à diminuer les déchets ou à protéger la diversité. Mm -hmm. OK, ça devient déjà plus concret. Mais est-ce que tu peux nous donner quelques exemples que les gens pourraient bien connaître? Mm -hmm. Donc, euh, on a réalisé... Un très grand investissement dans des infrastructures d'école en Flandre. On a créé 182 écoles (scholen van On a aussi investi dans le prison de Harden, qui a été inauguré l'année dernière. On a contribué au renouvellement de l'infrastructure des tramways à Anvers. Et on investit aussi en dehors de la Belgique. On a Investie in een van de grootste eilandenparken ter wereld. Dat is het park, -Sater a park de Niasater in Zweden. En dat is een park dat de elektriciteit verde aan meer dan 300.000 ménages. Mm -hmm. dat is al uh, de moeite. Uh, maar ook als werkgever uh, was het wel een uh, opmerkelijk jaar 2023. Ik lees in het duurzaamheidsrapport 400 aanwervingen, een absoluut record voor AG. Als CEO, hoe kijk je daarnaar? Wel, uh, het is een record. Dus een record waar we echt wel trots moeten op moeten zijn. Want dat bewijst de aantrekkingskracht van AG. We waren nog in een periode waar de tar War for Talent toch hevig woedde. Dus ik denk met ons slogan van. En het is meer dan een slogan, maar we doen het ook echt. Het feit dat we een great place to grow for all willen zijn. Dat is wel iets dat gevoeld wordt en aantrekkelijk lijkt om bij ons te komen werken. En als je kiest voor een job bij AG, dan kies je eigenlijk ook wel voor een bedrijf met een maatschappelijke meerwaarde. Want onze slogan is supporter van het leven van onze klanten. Dus we zijn er echt om de klanten te helpen. En AG werft mensen aan met zowat elk diploma. Maar ongeveer de helft van de mensen die wij aantrekken, die gaan aan de slag als dossier en schadebeheerder. Om die profielen te vinden lanceerden we vorig jaar de AG College. Een gloednieuw traject was dat toen. Een opleidingsprogramma, als ik het goed heb, van zes maanden voor mensen zonder diploma hoger onderwijs, om hen dan toch op te leiden tot een job als dossierbeheerder en dus eigenlijk toegang te geven tot een job op bachelorniveau zelfs. Hoe kijk je daarop terug? Wel, voor mij is de AG College echt een bewijs van hoe innovatief, creatief en inclusief AG recruteert. Wij uh, recruteerden ieder jaar minstens 150 dossiers- en schadebeheers. Dus dat is heel wat. En we zagen dat de instroom uit de traditionele richtingen te laag was. Daardoor waren we al een eindje aan het recruteren in een bredere context, hè, dus waar dat we vooral. Aan het focussen waren op basiscompetenties en niet echt vasthielden aan die profielen dat we echt moesten hebben. En hadden we al uh, een, via een organisatie van een opleidingstraject eh, toegang tot een bredere scope, maar dat was eigenlijk nog niet voldoende. En dus met de AG College gaan we nog een stap verder en hebben we nu een opleidings- en een coachingstraject opgesteld voor mensen zonder diploma hoger onderwijs, maar wel met intrinsieke kwaliteiten. Dus we doen wel echt de testen of dat de mensen de nodige competenties hebben om een goede dossierbeheerder te zijn, of dat ze goesting hebben om te werken en of dat ze ook in staat zijn om flexibel te zijn en zich aan te passen in een omgeving die zeer snel evolueert. En dus ja, daardoor geven we hen eigenlijk een toegang tot een job op bachelorniveau. Ja, maar als je dan een beetje kritisch bent, je kan toch geen bacheloropleiding van drie jaar vervangen door een in-house opleiding van zes maanden? Nee, absoluut, dat klopt. Maar ik denk, een carrière moet je assimileren met een marathon. Hè? En dus je moet leren om een marathon te lopen. Met een diploma hoger onderwijs kan je ook niet onmiddellijk die marathon uh, lopen, maar misschien ben je voorbereid voor een halve marathon. En onze AG-College vergelijk ik met Startouren, waar we mensen leren de eerste vijf kilometer lopen. En hopelijk ontdekken ze door die vijf kilometer te kunnen lopen, van het is aantrekkelijk, we willen meer leren en we kunnen onszelf gaan ontwikkelen. En dus via de AG-College kunnen we dus mensen aantrekken die niet op eigen krachten die eerste vijf kilometer hadden kunnen lopen. Uh, nous avons déjà parlé d'AG en tant qu'assureur, investisseur et employeur, mais le nouveau rapport de durabilité montre également comment AG assume son rôle d'entreprise socialement responsable. Et là encore, un chiffre sort du lot, 17%, parce qu'en 2023, les émissions de CO2 d'AG ont baissé de 17% par rapport à 2019, qui était la période avant le COVID. Est-ce que c'est un chiffre qui te satisfait c'est un bon début, mais on n'est pas encore là. Mais tu penses peut-être que c'est un peu étrange qu'on parle de réduire l'émission CO2 d'AG parce que nous ne sommes pas une usine. Mais je tiens à insister là-dessus parce que je trouve que c'est important pour la culture d'une entreprise, pour le mindset des gens, si on essaie aussi de le mesurer pour nos propres opérations. Et on a des bureaux. On a des déplacements, des déchets, la consommation d'eau. Ils sont tous des éléments qui contribuent à notre empreinte écologique, qui sont importants à diminuer. Et donc, satisfait de la réalisation, j'avais dit plus ou moins, parce qu'on a vraiment des grands projets euh, qui peuvent encore euh, diminuer fortement notre émission de CO2. Je donne un exemple avec euh, Reinvent Workplace. C'est un projet où on est en train de réaménager tous les plateaux. On travaille sur l'infrastructure pour euh, tout ce qui est isolation, ventilation, acoustique. Et après ce projet qui se termine en 2026, on va diminuer notre émission avec 60%. Mm -hmm. euh, on est aussi en train d'écologiser notre flotte véhicules pour être 100% verte en 2026 et on a après Covid basculé vers du télétravail plus fréquence ça diminue aussi notre émission et on essaie aussi d'encourager notre personnel de venir en vélo ou d'utiliser le transport public mais quand on parle d'émissions CO2, ce n'est pas tout, parce que nous avons également rejoint la Net Zero Asset Owner Alliance des Nations Unies, ce qui signifie que nous nous sommes engagés à réduire de moitié les émissions de CO2 de notre portefeuille d'investissement d'ici 2030 et même jusqu'à zéro d'ici 2050. Et l'année dernière, nous avons également lancé Go for Impact, qui est une plateforme en ligne qui aide les courtiers en assurance. À réduire leur empreinte écologique. Comment est-ce qu'il faut comprendre ces initiatives-là Ben, nous réfléchissons non seulement à ce que nous pouvons faire nous-mêmes mm -hmm. en termes de durabilité, mais aussi de la manière où on peut aider tous nos stakeholders, nos partenaires, nos clients, nos fournisseurs et à faire des choix durables. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a développé Go for Impact une plateforme en ligne qui permet aux courtiers de, de calculer les émissions de CO2 euh, de leur bureau. Et c'est seulement avec un questionnaire, mais par après, ils reçoivent des conseils personnalisés pour réduire l'empreinte carbone de leur bureau. Et je suis quand même assez fière parce que nous sommes le premier assureur qui a développé un tel outil. Et ça démontre aussi notre volonté de continuer à innover, de répondre aux tendances et d'initier des changements positifs dans la société. Et nous célébrons, et je l'ai déjà dit, hein, notre 200e anniversaire cette année. Et cet esprit d'initiative est vraiment aussi le fil de conducteur dans notre histoire. En tant que leader du marché, nous voulons continuer à assumer zit responsabilité ook voor Lavenir. Ja, we hadden het vandaag al over ambities, maar ook over resultaten aan de hand van concrete cijfers uit ons duurzaamheidsrapport. Je vertelde ons het verhaal achter die cijfers, maar wat is nu voor jou persoonlijk de belangrijkste evolutie of realisatie van het afgelopen jaar? Wel, ik vind het zeer mooi om te zien. Dat duurzaamheidsbewustzijn zo sterk aan het toenemen is en dat het ook iets is dat leeft bij AG. Maar niet alleen bij AG, maar ook bij de klanten, de partners, de leveranciers. We hebben de wettelijke vereisten, maar wat dat ook mooi is, dat er een soort ecosysteem en een soort zelfregulering tot stand aan het komen is, waar dat iedereen elkaar voort aan het stuwen is om het nog beter te doen om enkel met elkaar te werken als iemand voldoende scoort op duurzaamheidsvereisten enzovoort. Dat is wel mooi om te zien. Uh, en ik vind het ook wel mooi dat we het op een of andere manier hebben kunnen verwerken in hoe we onze 200e verjaardag gaan vieren. En dus uh, we hebben 200 uitdagingen gelanceerd voor onze medewerkers die niet alleen draaiden rond plezier maken en feest vieren. Bestuk natuurlijk, want het blijft een groot feest. Maar we hebben hen uitgedaagd om rivieren schoon te maken, om zwerfvuil te harapen, rapen, om schals en mutsen te breien voor daklozen, om te koken voor mensen in armoede, om animatie te verzorgen in rusthuizen. En ik kan zo nog doorgaan, want mm -hmm. we hadden 200 challenges die nog uh, lopende zijn. Maar ik denk dat het ook wel typisch was voor AG om de medewerkers dus op die manier ook actief te betrekken in de duurzaamheidsambities. En om samen, allemaal samen, een positieve bijdrage te leveren. Ja, dat is een heel mooie gedachte om mee af te ronden, Heidi. Dankjewel voor de fijne babbel. Met veel plezier. En dan rest mij ook alleen nog om jou te bedanken. Als je meer wil weten over de duurzaamheidsambities en de realisaties van AG, lees dan zeker ook het nieuwe Duurzaamheidsrapport. Dat vind je op de website ag.be. Heel erg bedankt voor het kijken en luisteren, en misschien tot een volgende keer.